We zijn in de Julianenkerk in 1912 gebouwd, nu 112 jaar oud. Ja, deze kerk gaat gesloten worden. We gaan hier zondag de laatste dienst houden en dan gaan we als gemeente voornamelijk gebruik maken van de dorpskerk. Helaas, omdat het bezoekersaantal, maar vooral ook het ledenaantal van de kerk gewoon afneemt. We zijn in 2007 gefuseerd tot protestantse gemeente Sassenheim. Dus dat was een samenvoeging van de hervormde kerk in Sassenheim met de gereformeerde kerk. En toen hadden we ruim 3500 leden en nu zitten we ongeveer op de helft. En twee kerkgebouwen in onderhoud houden en in gebruik houden, dat is niet op te brengen, financieel gezien sowieso niet. En we passen inmiddels qua bezoekersaantal op zondag in de andere kerk die kleiner is dan deze. Dus dat is de reden. Ja, dat is natuurlijk best heel verdrietig. Als voorzitter heb ik dat hele proces ook moeten begeleiden. En dan sta je avonden voor alle kerkleden, een paar honderd mensen in de kerk, die dan, waar je uitleg moet geven waarom je zulke stappen wil gaan zetten. En elke stap is in overleg gegaan met de kerkleden. Zei ik ook altijd, ik zou liever hier vertellen dat we moeten bijbouwen, dat het groter moet worden. Dat is iets wat je wil. Maar ja, de tijd is zoals het is. En ja, dan is het wel de realiteit waar je mee te dealen hebt. Zoals een vereniging, een voetbalvereniging, ook een deel is van de ontspanning van mensen, is de kerk in dit geval dan een deel van je geloofsbeleving. Een belangrijk deel van je geloofsbeleving. Ja, en een kerk is vaak natuurlijk ook, het woord zegt al, dat een huis. Klopt. En mensen komen bij elkaar, jong en oud. Er wordt van alles en nog wat met elkaar gedeeld. En als het goed is, voel je je ook thuis in zo'n gebouw. En dat is best heel lastig om je thuis los te laten en weer een stap te zetten en iets nieuws je eigen te gaan maken. Je bent zo gewoon en zo vertrouwd met deze plek. Dat hebben overigens heel veel kerkgangers. Niet iedereen, maar heel veel kerkgangers zitten het liefst op hun eigen plek. Daar zijn ze mee vertrouwd. Toen ze kind waren, toen ze groter geworden zijn, toen ze zelf een gezin hadden. Het gaat om woorden uit de Bijbel, hè? Het gaat om de liederen die je zingt. En waar je ook zit, of waar je ook bent, het gaat om het woord. Het gaat om het gebed en het gaat om de zegen die je aan het eind van de dienst meekrijgt. Dus of je dan in een luxe zetel zit of op een houten kerkbank, dat maakt in principe niet uit. Nou, mijn ouders zijn hier gedoopt, die zijn hier getrouwd, hebben belijdenis gedaan. Zelf ben ik hier ook getrouwd, ook belijdenis gedaan. Mijn eigen kinderen zijn hier gedoopt. Dus ja, eigenlijk alles wat je in een kerk meemaakt in je leven. De uitvaarten van mijn ouders zijn hier geweest. Ja, dat heb ik hier beleefd in dit gebouw. Dus dat is best wel heel veel familiegeschiedenis. Ja. Ja, dit is het plekje waar ik bijna alle kerkdiensten neerplof, om het toch maar zo te zeggen. Want ja, het is toch het vertrouwde plekje. Je komt via die deur binnen en je schiet deze kant op. Het is het plekje waar ik als kind ook altijd al gezeten heb, tussen mijn ouders en mijn broer en zusjes in en naast mijn opa en oma, die hier ook zaten. En dit was eigenlijk altijd een hele familiebank waar ooms en tantes ook aanschoven en ja, waar je elkaar ook de dingen weer vertelde van de week die geweest was. Het gaat geleidelijk, hè? En je hoort het en leest het van alle kerken overal in Nederland. Het hoort een beetje bij de tijd, maar omdat ik mezelf hier toch nog wel altijd heel erg fijn thuis vind voelen. Doet het best wel pijn natuurlijk. Ik ben ook wel heel erg realist. Wat niet meer kan, dat kan ook niet meer. Dit is natuurlijk een heel vertrouwd plekje. Maar ik weet zeker dat er een nieuw plekje komt waar je ook weer vertrouwd kan voelen. Ik ben ook een paar keer verhuisd en dan laat je wat achter. Maar je vindt ook weer op het nieuwe plekje wat. En ja, daar is het ook heel snel gewend. Dus dat verwacht ik wel dat het goed gaat.